Goedenavond, dames en heren. Het NVV vindt dat er weer gepraat kan worden over loonsverhogingen via nieuwe cao's. Met NVV-voorzitter Kok hierover dadelijk een gesprek. Minister Lubbers heeft de middenstand nieuwe prijsvergoedingen beloofd. Het plan van de regering om statiegeld te heffen op auto's wordt ingetrokken. Japanse extremisten hebben in Singapore een tank van een Shell-raffinaderij in brand gestoken en vervolgens een schip met opvarenden gekaapt. In Engeland hebben tienduizenden mijnwerkers vandaag gestemd over de vraag of ze al dan niet bereid zijn om te gaan staken. En dan verder in dit journaal nog een fragment van president Nixon's State of the Union, waarin hij onder meer zegt niet te zullen aftreden. Het NVV vindt dat de loontrekkenden niet de dupe mogen worden van wat genoemd wordt een verkeerd getaxeerde crisis. De rustperiode in de onderhandelingen over nieuwe cao's moeten daarom zo kort mogelijk worden gehouden. De zogeheten nullijn voor de laagst betaalde kan volgens het NVV niet meer worden gehandhaafd. Zij zullen er reëel wat meer op vooruit moeten gaan. De regering moet niet wachten op de eerste tekenen van sociale onrust. Over deze stellingname had ik in het NVV-gebouw in Amsterdam vanmiddag een vraaggesprek met voorzitter Kok. Uit deze mededeling blijkt dat het NVV kennelijk van mening is dat de economie er gunstiger uitziet dan een poosje geleden. In ieder geval minder ongunstig. We gingen er een anderhalf, twee maanden geleden nog van uit in Nederland dat de olietoevoer nog gevaarlijker vormen zou aannemen dan nu het geval blijkt te zijn. We gingen uit van hogere prijsstijgingen in 1974 dan nu verondersteld wordt, ook door de minister van Financiën onlangs in interviews. En dat alles geeft ons de overtuiging dat zonder dat we de cijfers ook exact kennen, daarvoor zijn we ook afhankelijk van anderen, de overtuiging dat het beeld, het sombere beeld voor de economie in 1974 zoals dat een poosje geleden nog werd geschilderd, dat op dit moment niet meer opgaat. Nu loopt de beschikking van de krachtens de machtigingswet tot 1 april. Vindt u dat het NVV nu tot een initiatief moet komen om een gesprek te beginnen met de regering, of ligt dat op de weg van anderen? Nou, ik verwacht dat de regering op niet al te lange termijn toch eens contact zal zoeken in gesprekken met werkgevers en werknemers, al dan niet gezamenlijk, om de hele situatie nog eens een keer onder de loep te nemen. En ik verwacht ook dat de regering daarin blijk zal geven van een realiteitsbesef, een besef van de werkelijkheid van dit moment. We leven ook niet op een eiland. We zien ook in de landen om ons heen op dit moment een loonontwikkeling die er bepaald niet om ligt. En ik verwacht dat de regering in dat overleg met werkgevers en werknemers er blijk voor zal geven dat men begrijpt dat een zich wijzigend economisch beeld een gunstig resultaat moet hebben voor de loonontwikkeling, met name voor de laagst betaalde. Zojuist kregen we op deze standpuntbepaling van onze grootste vakcentrale een eerste reactie van minister Boersma van Sociale Zaken. Volgens hem heeft NVV-voorzitter Kok zijn uitspraken niet met bewijzen gestaafd. Er zijn nog onvoldoende gegevens om nu al te kunnen zeggen dat het beleid versoepeld kan worden. Als de situatie inderdaad verbeterd blijkt, kan de rustpauze in de cao's worden verkort, aldus minister Boersma. Het plan van de regering om statiegeld te heffen op auto's, op nieuwe auto's, wordt ingetrokken. Deze maatregel zou de schatkist een bedrag opleveren van 100 miljoen gulden. Minister Westerterp moet volgende week de begroting voor verkeer en waterstaat verdedigen in de Tweede Kamer. Morgen moet in de ministerraad worden beslist wat er voor dat statiegeld in de plaats komt. Overwogen wordt, aldus onze informatie, het vervoegd invoeren van een nieuwe kentekenregistratie. De nu tweedelige kentekenbewijzen moeten dan worden vervangen door driedelige. Daarmee wordt dan meteen een zuivering doorgevoerd van het huidige kentekenregister. Minister Lubbers heeft vanmiddag opnieuw gesproken met organisaties uit het midden- en kleinbedrijf. Daarbij zijn door hem weer enkele versoepelingen toegezegd van de prijsmaatregelen. En die versoepelingen gelden dan voor levensmiddelenbedrijven en voor de bedrijven die het minimum jeugdloon moeten gaan uitbetalen. Zij zullen worden uitgezonderd van de verscherpte prijsmaatregelen. Een werkgroep zal een en ander op korte termijn nader uitwerken. De detailhandel heeft de aangekondigde harde acties voorlopig opgeschort. De regering van de stadstaat Singapore heeft besloten om 4 Japanse terroristen een vrijgeleide te geven naar een land van hun keus. Dit besluit is gegrond op het feit dat de aanslag die de Japanners pleegden geen mensenlevens heeft gekost. De 4 Japanners behoren tot de Rengo Sekigun, het zogenaamde Verenigde Rode Leger. Dat is een Japanse organisatie. Vanmorgen zijn ze met een veerboot van de Shell overgestoken naar het eilandje Pulau Bukom, ruim 2 kilometer uit de kust van Singapore. Shell heeft hier een raffinaderij. De 4 leden van de terreurgroep bliezen 1 olietank op, maar de schade bleef beperkt omdat er al snel kon worden geblust. De Japanners kaapten toen de veerboot, namen 5 mensen in gijzeling en voeren uit.
Ze eisten dat de Japanse ambassadeur zich bij hen als gijzelaar zou voegen en dat ze een vrijgeleide zouden krijgen. Intussen werd een groep specialisten van de mijnopruimingsdienst van de Singapoerse luchtmacht naar Pulau Bukom gestuurd om het eiland te inspecteren. De Japanners, die zeiden te handelen uit solidariteit met het Vietnamese en het Arabische volk, zullen, naar men verwacht, naar een Arabisch land willen reizen. President Nixon heeft in de State of the Union boodschap die hij de afgelopen nacht heeft uitgesproken gezinspeeld op beëindiging van de Arabische olieboycott. Hij verwacht het besluit op een Arabische ministersconferentie halverwege de maand februari. In zijn boodschap voor het congres ging Nixon in op successen het afgelopen jaar, zoals de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Hij sprak pas over Watergate toen veel congresleden dachten dat de president al aan het eind van zijn redevoering was en ze wilden weggaan. Toen die hun plaatsen weer hadden ingenomen, ging Nixon verder. Mr. Speaker and Mr. President, my distinguished colleagues and our guests, I would like to add a personal word with regard to an issue that has been of great concern to all Americans over the past year. I refer, of course, to the investigations of the so-called Watergate affair. As you know, I have provided to the special prosecutor voluntarily a great deal of material. I believe that I have provided all the material that he needs to conclude his investigations and to proceed to prosecute the guilty and to clear the innocent. I believe the time has come to bring that investigation and the other investigations of this matter to an end. 1 year of Watergate is enough. Het Amerikaanse congres bleek er vandaag weinig voor te voeren de Watergate-zaak te laten rusten. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden ging unaniem akkoord met pogingen Nixon als getuige te horen bij het onderzoek naar een mogelijk impeachment om de president tot aftreden te dwingen. De Engelse mijnwerkers zijn begonnen met stemmen over de vraag of ze voor een landelijke staking zijn. De stemming zal ook morgen de hele dag voortduren. Volgens vakbondsleiders heeft vandaag een grote meerderheid voor de staking gestemd.